Welkom bij de Pause in Touch podcast. Dit is de podcast voor jou en je reactieve, angstige of agressieve hond. Ik help je in deze podcast om je hond beter te begrijpen, beter te helpen, op een moderne manier, dus force en fear free, zodanig dat jullie terug samen kunnen genieten van leuke dingen. Alright, ik kom net van bij een klant en bij 31 graden. Het is vandaag echt super warm en ik zit nu in mijn auto onderweg naar huis. En ik bedacht mij dat als we het hebben over welzijnsgerichte opvoeding, dat dat eigenlijk niet altijd even duidelijk is wat daar eigenlijk mee wordt bedoeld. Welzijnsgerichte opvoeding is volgens mij, hè, of hoe dat ik het bekijk, is dat een opvoeding waarbij dat je de hond respecteert, dat je daar op een normale manier mee communiceert en niet gewoon afblaffen omdat het kan. Dat je de hond ook effectief respecteert voor wie dat hij is, hè, want elke hond is anders. Net zoals dat we als mensen allemaal een eigen karakter hebben, hebben honden dat ook. En in begeleiding is het ook nooit mijn bedoeling om die een hond te gaan veranderen, zodanig dat dat uitkomt in wat dat de eigenaar verwacht. Dat is niet mijn bedoeling. Als een eigenaar bij mij aan de bel trekt en zegt van, oh ja, ik wil eigenlijk de hond die ik vroeger had, dan zeg ik, sorry, ik ben niet de juiste persoon. Bye. Want welzijnsgerichte opvoeding gaat in mijn ogen ook samen met het respecteren van het individu. En in hoeverre zet je je hond aan het respecteren als je hem compleet wilt veranderen? Dus dat is het ene uiterste, laat ons zeggen. Maar bij de term welzijnsgerichte opvoeding komt heel vaak, jammer genoeg, ook zo wat de bijklank van, ik noem het kumbaya, flower power. We mogen nooit geen nee zeggen, we mogen ons nooit kwaad maken, de hond mag onmogelijk gestraft worden, bla bla bla. En ergens heb ik zoiets van, ja, ik ga een hond nooit invasief gaan straffen, ik ga nooit, je zet natuurlijk ook mensen, dus ik wil ook niet dat je je kei slecht voelt omdat je een rottige dag hebt gehad en je hebt een keer geroepen op je hond omdat het te veel werd. Ik bedoel, you're human, hè? Maar ik heb het dan echt over, de hond miskeutert iets in uw ogen, of hij doet iets wat dan niet zo aangenaam of wenselijk is, zal ik zeggen. En dat we dan gaan zeggen van, we gaan de hond schrikken, we gaan erop roepen, we gaan hem pijn doen, we gaan daar een slipketting aan hangen, we gaan daar een stroomband aan hangen, we gaan hem een tikje geven, we gaan hem een ruk aan de lijn geven, all of that shit, hè? Dat is voor mij not done. Ik vergelijk het soms, doet nu dezelfde dingen eens bij uw kleine. Heel veel mensen zijn dan gechoqueerd. En ik snap niet waarom. Want als het niet oké is voor uw kleine, is het ook niet oké voor uw hond. Simpel. Maar die analogie kun je eigenlijk ook echt wel gaan doortrekken. Let op. Nuance. Een hond is geen mens. Maak er ook geen mens van, probeer er geen mens van te maken, because you will fail. En die hond die wordt er helemaal niet gelukkiger van door zich te moeten gedragen als een mens. Maar dat gezegd zijnde, zijn er ook wel veel parallellen in de leefwereld van hond en kinderen bijvoorbeeld. Je kunt niet zeggen van, ik zie mijn kind doodgraag, ik wil die op een welzijnsgerichte manier opvoeden, ik wil die geven wat hij nodig heeft, en ik wil zijn communicatie en zijn individu gaan respecteren, en ik ga die dus gewoon alles wat dat dan wilt, ga ik hem gewoon geven. Oh boy. De kans dat je ofwel een delinquent aan het opvoeden bent, of gewoon een heel losgeslagen projectiel, is vrij reëel. Wel, bij honden is het niet zo anders. Een van de basisnoden van honden, en van mensen eigenlijk ook, is sturing. Is grenzen. Een hond heeft ook grenzen nodig. En in de welzijnsgerichte optiek gaat het er vooral van afhangen van, welke grenzen stelt je? Waarom? Dat je daar echt heel goed over nadenkt van, waarom stelt je nu deze grens aan je hond? En
vooral op welke manier doe je dat? Ik denk dat het binnen die opvatting ook gewoon heel belangrijk is dat als we grenzen stellen, dat we dat gaan doen meer vanuit een proactieve houding dan vanuit een reactieve houding. Ik snap dat je nu aan het luisteren bent en dat je zoiets hebt van what the f is she talking about. Het komt er zo op neer, oké, je gaat je hond ook niet zomaar, terwijl jij aan het eten bent, je eten laten stelen. Denk ik. Allee, ik zal voor mezelf spreken, voor mij is dat een no-go, van mijn eten blijft gaaf. Ik laat altijd van mijn bord wel het laatste beetje over. En, allee, oké, dat is niet waar. Niet altijd. Als het super lekker is, doe ik dat niet. Maar Manala, die mag wel altijd het bord uitlikken. En dat is oké. Maar die mag niet zomaar zeggen, goh, dat ziet er goed uit, joink. Ja, nee, dan she and me issues, like big time. Op dezelfde manier ga je moeten kijken naar grenzen stellen in sociale situaties. En dat kan enerzijds zijn omdat je een hond wilt beschermen tegen zichzelf, omdat hij anders bolder de bolder in een situatie terechtkomt. Er is trouwens een trein aan het passeren, letterlijk. Dus ik weet niet of je dat hoort, maar dat is dan het lawaai, hè. Dus het is enerzijds niet de bedoeling dat je hond holder de bolder ergens op afdondert, om dan letterlijk te verzuipen waar dat dan bij staat. Dat is niet echt zo goed. Dat is ook het laatste wat dat hem nodig heeft. En toch is dat hetgeen wat dat hij misschien zelf gaat doen. Dan is het aan u, als eigenaar, om uw hond op dat moment te beschermen tegen zichzelf. Ik bedoel, ik ga nu even een gokje wagen, maar ik gok dat je als je een kind hebt en een open haard of een vuur of iets dat heel warm is, dat je ook niet gaat zeggen, ja ja, doe maar, raak het maar aan, dan leert je wel dat dat niet oké is. Nee, want dan zit je kleine met brandwonden. Wat gaat het doen? Je gaat die beschermen tegen zichzelf door te zeggen van nee, doe dat maar niet. En dan kan het inderdaad zijn dat je die 10 keer gewaarschuwt en dat dat toch doet. Dat is iets anders. Maar in principe ga jij niet zomaar zeggen, ah ja, verbrand jij je bolletjes maar, trek je plan, zoek het uit. Nee. Je gaat door middel van management, gaat je voorkomen dat je hond, dat je kind ergens aan kan. Voor kinderen is het heel vanzelfsprekend om alles kid-proof te maken, maar voor een hond niet. Meer nog, bij een hond wordt dus verwacht dat hij uit zichzelf weet wat dat wel oké is, wat dat niet oké is. Terwijl, ja, bij kinderen gaat je ook heel je huis babyproofen. Allee, dan gezien bij vrienden, die hebben echt, die kregen de kasten zelf al niet meer open omdat ze daar zo'n kinderslot hadden opgezet. Like, what? Maar oké. En om de een of andere reden vinden we dat heel logisch, dat we dat bij kinderen doen en bij baby's. En van zodra dat ze beginnen kruipen, want oei oei oei, ze zouden ergens in een kast kunnen en zichzelf kunnen kwetsen. En bij honden, die eigenlijk op het intellectueel equivalent zitten, gaan we dan zeggen, ja, weet je moet maar weten dat je dat niet mag en zoek het uit. That makes not a lot of sense, denk ik. Het was niet zo dunderend Engels, maar het is 31 graden. Whatever. Dus dat gezegd zijnde wil ik ook wel even gewoon benadrukken dat een welzijnsgerichte opvoeding alles behalve is, laat uw hond het zelf uitzoeken, laat hem maar gewoon altijd doen. Geef hem altijd en overal zijn goesting, want zo werkt het niet. Ik bedoel, als jij je hond altijd en overal zijn zin zou geven, dan heb je hoogstwaarschijnlijk een oliebol op poten. Die je letterlijk gaat en staat waar dat dan wilt, op welk moment dat dan wilt. Je gaat echt ook een losgeslagen projectiel krijgen. Net zoals dat bij mensen zo is. Je hond heeft sturing nodig. Dus ook in een welzijnsgerichte opvoeding hoeft jij niet je hond letterlijk bij alles te zeggen wat dat dan wel of niet moet doen. Maar anderzijds moet je ook niet verwachten dat hem het allemaal zelf kan en daar nooit geen grenzen in stellen, omdat dat zogezegd niet zou passen in een welzijnsgerichte opvoeding. Want dat is eigenlijk ook helemaal niet waar dat het volgens mij om draait.
In een welzijnsgerichte opvoeding ga je de hond enerzijds beschermen tegen zichzelf en anderzijds ga je er gewoon voor zorgen dat je je hond ook, zo in de mate van het mogelijke zal ik zeggen, op een hondse manier maatschappelijk aanvaard gedrag aanleert. Wow, hè? Het kan goed zijn dat ik u weer kwijt ben, omdat ik dat, hè? Maar eigenlijk komt het erop neer, je wilt niet dat uw hond op iedereen opspringt. Je wilt niet dat uw hond naar alles en iedereen blaft. Je wilt ook niet dat je leert van als ik hier heel zot begin te doen, als ik opspring, dan krijg ik wat ik wil. Als ik begin te blaffen, dan krijg ik wat ik wil. Als ik begin te happen, dan krijg ik wat ik wil. Dat is niet hetgeen wat je een hond wilt aanleren. Allee, denk ik. Dus, als je weet dat het gewoon gaat over hé, hey, ik wil een beetje aandacht, of ik wil even gaan dag zeggen, en je bent daar zeker van dat dat hetgeen is wat erachter zit, en niet angst, frustratie, stress, spanning, all of that, ja, dan is er niks mis mee met te zeggen van oké, okay, als je op deze manier gaat gedragen, dan gaat dat niet gebeuren. Als jij gaat blaffen om aandacht, en je doet dat op een heel invasieve manier, of je hond komt bijna met zijn kont op je gezicht zitten, want ik heb aandacht nodig. Of hij klauwt bijna je been open, want ik heb aandacht nodig. Ja, dat gaan we ook gewoon niet tolereren, hè. Maar de manier waarop dat we dat gaan aangeven, is wel heel verschillend met hoe dat het op de traditionele manier gebeurt. Op een traditionele manier zou je eigenlijk kwaad worden op je hond en zeggen, nee, dat mag niet. Misschien roepen, het zal kunnen zijn dat je een hond echt gaat wegduwen, misschien doet je hem pijn, misschien, hè, al die dingen. Terwijl op de moderne manier hoe dat ik erin sta, gaan we dat eerder doen door de hond te zeggen, kijk, dit is niet hoe dat jij je resultaat gaat bereiken. Maar, bijvoorbeeld, als je aandacht wilt, dan volstaat het dat jij, zeg maar iets, rustig je hoofdje op mijn knie ligt en dan ga ik u aandacht geven. Ik zeg maar iets. En van, zodra dat hij een onnozel begint te doen, ja, nee, ja, dat gaan we niet doen. Dan krijgt hij bij mij helemaal niks gedaan. Natuurlijk, opnieuw, heel belangrijk is management. En je gaat zoveel mogelijk die ongewenste situaties of die situaties waarbij dat je hond het niet weet, voor zijn. Zeg maar iets, als je al gemerkt hebt van, tja, als ik bijvoorbeeld in een Zoom-meeting ga, dan begint mijn hond mijn been open te klauwen. Of als wij in een tuin rondwandelen, dan komt mijn hond in mijn broek hangen. Ja, wat gaat je dan doen? Je gaat ervoor zorgen dat als jij in je tuin bent, dat je hond niet in je broek kan happen. Of je gaat ervoor zorgen dat op het moment dat je Zoom-meeting start, dat jij je hond gaat afleiden met iets anders, zodanig dat op het moment dat het moet, dat hem niet lastig valt, zodanig dat je er op die moment dan ook effectief niet op ingaat. Dat je het eigenlijk op die manier gaat omleiden naar iets anders. En dan kun je beginnen met stelselmatig die hond ander gedrag te gaan aanleren. Bijvoorbeeld, je wandelt in de tuin, je hond wil bijvoorbeeld spelen. Ja, wat ga je dan doen? Van zodra dat je buiten komt, bijvoorbeeld een speeltje pakken, even spelen en klaar. Die hond heeft gekregen wat hij wou op het moment dat hij rustig was en dat hij oké gedrag aan het vertonen was. Ik heb het al een paar keer gezegd, ook hier de nuance. Gedrag is complicated. Hè? Dus er is een heel groot verschil tussen wat ik benoem als emotioneel gedrag en bewust keuzegedrag. Als uw hond dat doet, zo van, oh, we gaan in een tuin, gaan we spelen, hap, 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 en in uw broek. Ja, dat is een no-go. Daar gaan we effectief de grenzen gaan stellen. Als het is, je komt in een tuin en oh, en uw hond komt mee in een tuin en heeft zoiets van wow, al die prikkels, ik weet niet wat ik moet doen, hap, hap, hap. Dat is iets anders. En dan gaat je ook in zekere mate die grens stellen, maar niet om daar een gevolg aan te hangen, maar om die hond dus opnieuw te gaan beschermen tegen zichzelf en om hem te leren van met die prikkels om te gaan. Ik moet zeggen, als ik aan deze podcast begonnen ben, dan dacht ik, it's pretty straightforward. Maar nu begin je te denken van, oké, het is eigenlijk best wel
complicated en daar zit toch wel best wat nuance in. Maar hetgeen wat ik dus eigenlijk vooral wil meegeven is, het is helemaal niet zo zwart-wit als te zeggen van, je moet je hond altijd geven wat dat dan wilt. Want hetgeen wat dat dan wilt, is niet per se hetgeen wat dat dan nodig heeft. En honden hebben wel degelijk grenzen nodig. Het is niet omdat we zeggen we zijn welzijnsgericht en beloningsgericht en positive reinforcement en al die zaken, dat we gaan zeggen, kumbaya, doe maar wat je wilt. Nee, absoluut niet. Want dan gaat je binnen de kortste keren een hond hebben die te pas en te onpas op tafel zit. Allee, als je dat oké vindt, dan is dat voor mij ook goed. Ik vind dat persoonlijk niet zo. Niet zo oké, dus als je dat doet, dan stamt de PD eraf. Die je eten gewoon komt stelen als die er zin in heeft. Die het gewoon een beetje uithangt, denk ik dan. Maar ook daar kun je de diepere vragen gaan stellen. En dat is hetgeen wat dat voor mij eigenlijk de key is. Ongeacht wat uw hond doet, gaat daar de diepere vragen stellen. Waarom doet men een hond dit nu? Wat is die motivatie daarachter? En hoe kan ik ervoor zorgen dat die een hond wel degelijk gewoon krijgt wat hij wilt, maar op een manier dat oké is? Op een manier dat hij enerzijds ook leert van zichzelf wat in te houden. Dat hij leert van zichzelf wat te reguleren. En anderzijds, dat je hem toch beschermt ook tegen zichzelf. Ik zal daar een voorbeeld van geven. Voorbeeld, uw hond, het voorbeeldje van eten, hè. Je zou kunnen zeggen, ja, je moet hem geven wat hij wilt, dus zet je bord gewoon op de grond en klaar. Nee, dat gaan we niet doen. Wat we wel kunnen doen is zeggen van oké, als jij mooi in je mandje blijft liggen en je houdt je eigen in, dus in de plaats van holder de bolder en met ons te beginnen vechten voor zeg maar iets, het kippenvleugeltje. Nee, je blijft in je mand liggen. En zolang je in je mand blijft liggen, krijg jij mini-stukjes van mijn kippenvleugeltje. Alsjeblieft. Haha. Dan heb je enerzijds die grens gesteld van, hey, uit mijn bord. Like, dat doen we niet. Maar anderzijds ook dat als hij in zijn mand gaat liggen, dat hij dan wel krijgt wat hij wilt. En dat is veel wenselijker en gemakkelijker voor ons dan nee, mag niet, wegduwen, straffen, pijn doen schrikken, al die zaken. Hoe effectief is het als je altijd te laat bent? Uw hond heeft net uw kippenvleugeltje van uw bord gejat. Wat denk je dat hij volgende keer gaat doen? Een ander voorbeeldje van welzijnsgerichte dingen is bijvoorbeeld een hond die opspringt. En jij wilt dat absoluut niet. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die dat daar een hekel aan hebben als een hond opspringt. Ik heb daar persoonlijk minder issues mee, maar kijk, dat is afhankelijk van wat dat je oké vindt. Stelt nu, je hond springt elke keer op en je zet dat beu en je wilt dat eigenlijk niet meer. Maar wat gebeurt er? Je hond springt op en je geeft hem aandacht als je thuis komt, want anders is het zo zielig dat hij geen aandacht krijgt. Of je hond springt op en je duwt hem weg. Of aan de leiband, uw hond wil gaan dagzeggen en hij begint heel druk te doen aan de leiband en hij begint in de lijn te happen en daarna wordt hij begroet. Ja, wat denk je dat uw hond dan leert? Als ik maar onnozel genoeg doe en als ik maar fel genoeg opspring en ik hoef mezelf helemaal niet in toom te houden en dan krijg ik alsnog wat ik wil. A.k.a. ik mag mijn goesting doen en ik krijg toch lekker wat ik wil. Even heel extreem gesteld, hè. Ja, dat is ook niet echt de bedoeling, denk ik. Dus daar gaat voor mij een heel evenwicht de key zijn. Bijvoorbeeld in de plaats van te zeggen van oké, jij springt op en je krijgt hier alle aandacht. Nee, oké, ik geef je even een tijd om wat te kalmeren. En zodra dat jij jezelf onder controle een beetje hebt,
desnoods met uw hulp, hè. Het kan zijn dat je hond daarmee moet helpen. Oké, en dan krijg jij aandacht van mij. Hetzelfde met op wandeling. Als uw hond begint te trekken aan de lijn als een zot, omdat hij iets gezien heeft waar hij naartoe wil, ja, het laatste wat ik zou doen is zeggen, ja, gaat er dan per se naartoe. Ik zou dan zeggen, ja, als je niet wilt dat hem trekt aan de lijn, hè, ook weer die nuance, als jij dat oké vindt, is dat voor mij ook helemaal goed. Maar als jij dus niet wilt dat uw hond trekt aan de lijn, en die je begint te trekken aan de lijn, omdat er bijvoorbeeld iemand ziet en hij wil daar aan dag zeggen, en je gaat effectief vooruit stappen en die persoon laat de dag zeggen, ja, wat denk je dan dat uw hond leert? Dat is niet echt rocket science, hè? Terwijl, als je zegt van oké, jij mocht van mij gaan dag zeggen, maar niet op deze manier. Ik respecteer u. Ik trek ook niet aan de leiband. Wel, dan wil ik van mijn hond dat hij ook niet aan de leiband trekt. Op momenten dat er iets is waar dat hij eigenlijk gewoon een beetje zichzelf zou moeten inhouden. Kunt u het u voorstellen als wij allemaal zouden beginnen gillen gelijk een zot van zodra dat we niemand zien dat we willen dag zeggen? Wow. Dus ja, wij moeten ook leren om onszelf onder controle te houden. Wij moeten ook leren om met onze enthousiasme bijvoorbeeld om te gaan. Wij moeten ook leren dat we niet altijd alles krijgen wat we willen. En voor honden is dat eigenlijk net hetzelfde. En zoals gezegd, het gaat vooral over die balans. Want een hond die staat te trekken aan de lijn omdat hij bang is. En hij wil weg uit de situatie. Like, for fuck's sake, laat uw hond alsjeblieft trekken aan de lijn en maak dat je weg bent. Dat is iets heel anders. Dus het gaat echt over die balans van... Wanneer gaat je nu effectief je hond zeggen van oké, als je eigenlijk een beetje onder controle had, wanneer gaat je grenzen stellen en op welke manier? Wanneer gaat je hond beschermen tegen zichzelf? Wanneer gaat je hem beschermen tegen, ik zeg maar iets, de omgeving? En al die zaken samen gaan ervoor zorgen dat je eigenlijk je hond, in één zinnetje samengevat, dat jij je hond gaat geven wat dat hem nodig heeft. En dat kan zijn dat hij... op dat moment nood heeft aan bescherming tegen zichzelf. Het kan zijn dat hij nood heeft aan bescherming tegen de omgeving. Ik zeg maar iets. Hij wordt totaal niet graag aangeraakt. En daar zijn de mensen... ik zie zo graag honden, kom hier! En dan grabbel, grabbel op dat koppetje. Ja, dan moet je uw hond daar ook tegen beschermen. Je kunt niet verwachten... dat uw hond dat altijd maar gewoon leidzaam ondergaat. Hij is ook afhankelijk van u voor dat. Dus dat zijn wel zaken die in mijn ogen bijdragen tot die een balans van oké, je moet uw hond geven wat dat hem nodig heeft. En ja, op sommige momenten kun je uw hond perfect geven wat dat hij wilt. Daar is niks mis mee. Maar moet je heel goed kijken naar de manier waarop en long term ook van oké, als uw hond staat, bijvoorbeeld staat te klauwen aan uw benen omdat hij aandacht wilt tijdens een meeting. Ja, mij niet gelaten. Hè? Voor mij mag uw hond alles. Maar ik kan me inbeelden dat dat voor u niet zo aangenaam is en dat je daar wel zou willen dat hem daarmee stopt. Dus om te voorkomen dat jij daar altijd reactief in staat... gaat je op die momenten de hond moeten leren om met die situatie om te gaan, om ja, hem te geven wat hij nodig heeft. En daar kun je dus effectief de diepere vraag gaan stellen. Wat maakt dat uw hond op dat moment aandacht nodig heeft? Wat maakt dat hem het zelf niet kan? Wat maakt dat hem bijvoorbeeld een hele dag ligt te slapen, maar van zodra dat je... ik overdrijf, hè. Uw hond hoort veel te slapen, maar in ieder geval gaat vandaag. Wat maakt dat op het moment dat, hè, dat jij met uw meeting begint, dat uw hond dan zodanig de nood voelt om aandacht te krijgen, of bevestiging, of sturing, wat ik denk dat eerder dan het geval is, dat hij uw benen zou openkrabben? En dat zijn de vragen die we in de moderne aanpak ook gaan stellen. Wat maakt dat het voor uw hond op die momenten zo moeilijk is dat hij zelf uw benen komt openkrabben?
op het moment dat die meeting begint. Terwijl 5 minuten ervoor lag hem nog te rusten. Dus dat zijn allemaal zaken die we daarin meenemen. En dus het is helemaal niet kumbaya, laten we je mond maar gewoon doen. En ja, weet je, we zien het wel. Maar het is ook helemaal niet. Ja, je moet uw hond leren wie de baas is. Of je mag uw hond nooit geven wat dat hem wilt. Of ja, uw hond moet altijd iets doen om aandacht of koekjes te krijgen. Al die zaken vind ik zo'n bullshit. Ja, daar ben ik het ook allemaal niet mee eens. Als jij van uw hond iets vraagt, dan kan dat zijn dat jij zoiets hebt van, ah, dat heb jij goed gedaan, hè. En als jij wilt dat hij dat in de toekomst nog herhaalt, dan is de kans vrij reëel dat je hem daar inderdaad iets voor in de plaats gaat moeten geven. Wat dat is, is heel erg afhankelijk van hond tot hond. Wat wil uw hond? En dat kun je hem dan geven. Maar het is zeker en vast niet zo dat jij zomaar eendert wat gaat geven, eendert wat gaat doen, zonder grenzen, zonder eendert wat. Zo zit het nu ook niet. Dus er is echt wel een hele, ja, grote balans dat je eigenlijk gaat moeten zoeken tussen effectief je hond geven wat dat dan wilt, dat dan gebruiken. Ja, dat klinkt zo negatief, maar dat gaan we dan eigenlijk gebruiken om de hond te leren hoe dat hij, ja, ik ga niet zeggen kan doen wat dat jij wilt, hè, maar zich kan gedragen in situaties waar dat hem zelf ook beter uitkomt. Ik zal het zo zeggen. Dus dat. Amai. Ik dacht er even heel kort uit te leggen wat een welzijnsgerichte opvoeding was. Dat is een beetje misgelopen. Het kan zijn. Dat ik deze aflevering later nog eens opnieuw opneem, omdat ik ook besef dat ik redelijk neig van een hek op de tak ben gesprongen. Ik hoop dat het toch een beetje duidelijk was wat ik wou zeggen. If not, please let me know. Dan zal ik wel zien dat ik dat eens opnieuw opneem. Laat mij dus zeker weten wat je ervan vindt en of dat het een beetje duidelijk is wat ik eigenlijk bedoel. Dus, voilà. Dat was het voor deze week. Deel deze podcast op uw social media stories en tag me hier ook in. Ik vind het super om te zien waar en wanneer dat je aan het luisteren bent. Wil je graag iets nalezen over hetgeen wat ik hier heb verteld? Op mijn website kan je een blogartikel en een samenvatting vinden van deze aflevering. De link daarnaartoe kan je in deze beschrijving ook vinden. Natuurlijk ook steeds via Instagram, Facebook of TikTok of zelfs mijn website laten weten wat je van de aflevering vindt. Op social media ben ik te vinden onder Pause in Touch en op mijn website www.pauseintouch.be. Beide zijn natuurlijk ook gelinkt in de beschrijving onder deze podcast. Je kan ook andere hondenouders helpen om deze podcast te vinden door een review achter te laten. Zo help je ook mee honden te helpen op een moderne en liefdevolle manier by spreading the word. Dan zie ik je nu heel graag volgende week voor een nieuwe aflevering.